Ik was met mijn moeder naar de arena geweest, s'avonds. Ik ging met mijn moeder wel eens ergens naartoe. En toen zag ik daar een groot damesorkest zitten. Dat was de Red Hats. En die speelde saxofoon, alles, trombone, alles, trompet. Oh, zeg ik tegen mijn moeder, dat zou ik toch nog zo graag wel leren. Het speelde geweldig. Dat liet me ook niet los en toen, toen ben ik naar huis gegaan. Jan de Jonker Frans, er was een muziekzaak en daar stond een saxofoon in de etalage. En toen ben ik daar binnen gegaan en toen zegt die meneer, zo jonge juffrouw, hij zegt, wat komt u doen? Ik zeg, nou, ik zie daar zo'n mooie saxofoon in de etalage staan. Ik zeg, die is zeker erg duur, hè? Toen zegt hij, voor wie is die saxofoon dan? Ik zeg, nou, ik wil het zo graag leren, ik vind het zo mooi. Dat die meisje toch, hij zegt, dat is toch meer een instrument voor een man om te spelen. Ik zeg, ja, daar heeft u wel gelijk. En ik zeg, maar ik heb van de week in de arena gezien, het is zo geweldig. En nou vind ik het ook mooi, ik wil dat ook leren. En nou zegt u dat die saxofoon 250 gulden kost. Mijn moeder wou hem dan wel kopen, maar als u dat kan, dan kan u zoveel geld per week betalen. Ik geloof 5 gulden per week. Dus als toen zei een heleboel geld om dit per week te betalen. Hij zei ook wel wat minder. Hij zei, dan kan dat. Nou. Beetje gepraat, nog een keertje terug. En uiteindelijk gaan we die saxofoon halen. Zonder vooruitbetaling, helemaal nog gekregen. Papa, ik vind het zo vreemd dat die mooie tonen uit die paar plankjes komen. Zei vader, plankjes? Dat zijn geen plankjes, dat is een instrument en dat heet een viool. Oh, maar papa, hoe komt het dat die tonen eruit komen? En toen zei vader, het is zo dat diegene die erop speelt, speelt het in de viool. Dat hij blij is, dat hij droever is, dat hij wacht, speelt dat allemaal in de viool. En als de viool een beetje goed is, komt het er weer uit en gaat naar de harten die open zijn. Aan de harten doet het niks, maar de harten die open zijn, die ontroert het. Daarom is dat zo mooi. Korte tijd daarna kreeg ik inderdaad een viooltje, een 3/8, dus een kleintje. Toen was het studeren heel moeilijk. Overal pijn. Zo gaat het met viool proberen te spelen. Nou, vele mooie tonen toch, maar ook vele tranen, heel veel. Kreese was in Rotterdam een begrip. Het was een man die had een aantal gewone bierkroegen, zou je misschien kunnen zeggen. Gewone cafés. En dan had hij ook nog 3 pshors. Restaurant pshor, dancing pshor en het cabaret pshor. Dirk Kreese die heeft ons ontdekt en die vond het leuk dat daar eens misschien een groot damesorkest uit zou kunnen ontstaan. En die heeft me daarvoor benaderd. En met mijn droger gesproken, of ik daar zin in had en zo. En toen zei ik, ja, enig lijkt me dat. En ik zorg ook wel dat jullie dan kunnen werken. Maar dan is er één ding wat ik in mijn hoofd heb. En dat, want je hebt een naam die je absoluut niet kan gebruiken voor een damesorkest. En die naam die wil ik bedenken, die je dan krijgt. Maar hij wou het dus hebben Italiaans klinkend en muzikaal.
En dat is op een gegeven moment toch Rita D'Alfano geworden. Het orkest begon dan bijvoorbeeld heel zachtjes met... En zo verder. En dan kwam ik op een gegeven moment even kijken. Had je eerst... En dan zo voort. En dan kwam ik, moet ik even weglopen om je dat te laten zien. Dan kwam ik ergens vandaan. En dan kwam ik erbij op een gegeven moment... Dirigeerde ik de rest verder en dan speelde het orkest nog. Enzovoort, enzovoort. Onze trompetisten Julia van Bree en Clara de Vries spelen voor u een duet De Vrolijke Ruiters. Dat is een troer. Dat is de eerste uitzending waar de tournee begon. In ieder geval in het Gooiland. En daarom hoor je ze wel klappen. Er zit een lied in de zaal, hè? Amusement. En daar zit alles in. Ouverturen en alles. En opera ook. En ballet. En dan tango's en foxtrotjes. In de 30 jaren had je een groot aantal damesorkesten die actief waren in Nederland. En het muzikale peil van de dames was zeer hoog, zeer, zeer goed. Velen waren echt heel goed geschoold. In de loop van de 30 jaren, als dus namen uit, dan krijg je de invloed uit Amerika. Dus de jazz, de swing, hoe je het noemen wil. Louis Armstrong, Duke Ellington komen hier. Ook Amerikaanse damesorkesten. En dan gaan bepaalde jongere dames gaan zich toeleggen op de swingmuziek. En dan krijg je dus buiten de oudere generatie of de klassieke opgevoede generatie die dus Duits en Weense repertoire speelt, komen daar de jongeren, ik denk met name Annie hetzelfde en Klaartje de Vries, en die gaan zich toeleggen op de swing. En het was zo populair dat in Amsterdam op een gegeven ogenblik zelfs 4 damesorkesten gelijktijdig spelen. Clara en ik kregen een contract aangeboden van Leo Solinski. En dat moest getekend worden door mijn vader en moeder, omdat wij minderjarig waren. Toen zijn we met het orkest naar buitenland gegaan. Veel plaatsen in Duitsland. We zijn Zwitserland geweest. We zijn geweest in een gedeelte van Frankrijk. En hier in Nederland natuurlijk ook. Te vergelijken met Jack Hulton, dat staat ook in de bladen. En met de grote, ook de Amerikaanse damesband, hè, die er waren. Want ze waren echt heel goed, hoor. Heel goed, werkelijk. Het is jammer dat we toen in de tijd niet, wat je, die apparaten die je nu hebt, dat je zegt, nou ja, dat kunnen we eens op terugdraaien en op terugvallen, maar dat was er allemaal niet. Speelden een beetje, ja, zo noemden ze dat hot. Ken u hot spelen, zei ze dan vroeger wel, weet je wel. Zij had een eigen stijl. Hè? En ik ook, als ik dan iets speelde, ik maakte altijd een klein fantasietje erdoor van de melodie. Hè? Ook wel de melodie, maar toch iets, een fantasietje erin. Hè? Met een voorslag of een trillertje erin. Hè? Dat is een aparte stijl, dat heb je vanzelf.
Zo! Staatsvallen Alabama. Hoeveel geld verdiende ik toen in de week bij Sherman? Ik weet het niet meer precies, maar het was, toen in de tijd was het een hoop geld. 50 of 60 gulden zoiets in de week verdiende ik daar wel, ja. Verdiende ik wel. Misschien iets meer of iets minder. Maar dat weet ik nou niet meer zo. Maar in ieder geval, het was een flinke hoog veel geld wat ik verdiende. Maar je had nooit een vrije dag. 'S Morgens repeteerden we, niet iedere ochtend, maar vaak wel. Zeker als we nieuwe nummers erin wilden hebben. En dan hadden we 's middags een matinee van 3 tot 6. En 's avonds werkte van 8 tot 1:15. Dat is behoorlijk. En dat was 7 dagen in de week, want je had vroeger geen vrije dag voor de muzikanten. Meisjes hoor. En we waren allemaal goed spelen en ja, vriendinnen ook veel onder elkaar natuurlijk. Maar het publiek vond ons prachtig. Die hadden wel elke maand willen hebben dat we er zaten. Want als je op het Rembrandtplein keek, dan zat het hartstikke vol in alle zaken waar we gewerkt hebben hoor. Een damesorkest trekt altijd. Dat publiek dat vond het schitterend wat wij deden. Wij hadden ontzettend veel verzoekjes. En dat werd dan of naar ons toe gegooid of het werd naar ons toe gebracht op briefjes en zo. En we probeerden zoveel mogelijk daaraan te voldoen. En we werden reuze versierd eigenlijk, kun je wel zeggen. Veel bloemen en cadeautjes. En er werd ook op ons gewacht dat we eruit kwamen of zo. De muziek begon om 3 uur. En dan kon je er ook donderen zeggen, als het een klein beetje orkest was, dan stonden ze ook om 2:30 zonder zo te wachten om naar boven toe te gaan. Nou, om 3 uur begon de muziek te spelen en dat was altijd vreselijk sfeervol. Dan had je boven had je de balustrade. En dat was natuurlijk echt betrekkelijk, want dan zat je vlakbij het orkest. En daarachter had je, dat noemden ze de gele zaal. Als er een pauze was, dan trokken de orkestleden die trokken ze daar terug. Dan mocht er niemand verder komen. En dat was zo prettig vooral voor de damesorkesten die er in die tijd waren. He, want die waren allemaal vreselijk attractieve meisjes. En we wilden nog wel eens naar die gele zaal trekken natuurlijk. Maar er werd een stokje voor gestoken hoor, dat gebeurde niet. En vlot lijken en niet vlot zijn, want dat was gevaarlijk. Aan alle mogelijke kanten, dan was ik ze al kwijt. En dat was ook niet goed voor de zaken waar wij voor werkten. Dus daar moest ik wel op letten. En als ik nu zeg dat ze er goed moesten uitzien, dat was niet altijd zo. Want wij kwamen 1 keer in Zürich weer terug en daar had ik Bonzo bij ons. Dit is Bonzo. Daar had ik Bonzo bij mij. Wij pakken uit, wij maken de lessenaars in orde, zoals ze ook werken in een circus, moesten overal helpen, allemaal dames. En onze directie, die zat een beetje verder, die zat zich dat te bekijken. En we waren klaar, de bühne was klaar en over 1/2 uur zouden we beginnen, word ik geroepen op het kantoor. Dan zegt de directie, zegt tegen mij, ik heb het alles bekeken en het ziet er reuze netjes uit en handig, alles in orde. Maar die ene dame wil ik er niet bij hebben. Welke dame? En dat ging om Bonzo. Eigenlijk om onze beste kracht. Daar ging het om. Ik zeg, waarom dit? Ik vind dat dat beeld daardoor bedorven wordt. Ik zeg, voorlopig kan ik daar niet met u over spreken. Weet u wat u doet? Laat ons de matinee werken. En dan roept u mij straks op uw kantoor. Wij hebben dat, die 2 uur gewerkt. En ik ben op kantoor geroepen, dat was ook. En dezelfde directie, die zegt tegen mij, wanneer is uw eerste vrije maand? Noteert u dan de volgende vrije maand voor mij in mijn zaak. Ik wil erg graag dat madame Garnier, dat is Bonzo, dat er in het contract staat dat ze erbij is opnieuw. Ik wil maar daarmee zeggen, kijk, zo kan het veranderen. In 2 uurtjes.
Wij voerden ook stukken op van een Wijze Russel. En dan een Hongaarse show. Tussen die bedrijven door was het. Dan was er dansmuziek onder leiding van Klaartje de Vries of van Annie van Zelfde. Nou, en dan maakten wij Foxtrotje, een hele bekende ding. Rasmuzikanten, muzikale kinderen gewoon, ja. Voor mij, ja, nu zeg ik kinderen, maar ik was dezelfde leeftijd. Maar erg muzikaal, ja. En ook, ze hadden een zekere, ja, zo'n brutaliteit, hè, om te spelen. En die zong bijvoorbeeld Engels. Nou, ze kon geen woord Engels, maar het klonk gewoon Engels. Stemming was dikwijls ook heel gezellig. En een soort van, met de een wat meer vriendschap als met de ander, zoals het altijd gebeurt. Maar echt moeilijkheden, dat herinner ik me niet. Was er die variteit? Je staat ervoor en het is net of het allemaal jouw succes is. Je krijgt iets toegestopt of iemand stuurt je een brief of wat dan ook. Dus, het zijn allemaal meisjes. En, nou, ik denk dat ze het niet altijd zo leuk gevonden zullen hebben. Maar toch was het eigenlijk niet hinderlijk. Dat is dan ook wel een beetje onrechtvaardig, dat je heel dikwijls zo deze publieklievelingen hebt. Hè? Die helemaal niet zoveel kunnen, maar heel erg goed aankomen bij het publiek. En een ander die heel lang gestudeerd heeft en heel veel presteert, die heeft even niet die charme. Bij de Roosjean Ladies was ze natuurlijk altijd attractief als iemand slagwerk sloeg in die tijd. We kunnen elkaar zeer doen met woorden en we kunnen zeer doen met spelen. Dat heeft niemand door. We kunnen elkaar echt treiter hoor, als gespeeld. Hoe dan? Ja, dat kun je niet navertellen. Dat gaat niet. En expressies vergeten, een herhaling of zo. Dat je doorspeelt en dat je moest herhalen. Ja, dat gebeurde wel hoor. Dat deugen niet erin hoor. Zitten dan. En toen zagen we zo al die vliegtuigen overkomen. En ik zag gewoon de bommen vallen in de stad, in Rotterdam. Nou, dat was wel verschrikkelijk, hè. Je was doodsbang allemaal natuurlijk dat er van mij op Zuid gelukkig was. Er gelukkig niets gebeurd. Ik had nog contract en toen de oorlog uitbrak, zat ik in Zwitserland. Maar ik ben teruggekomen met mijn dames. En toen was natuurlijk dat orkest op dat ogenblik viel uit elkaar. Totdat ik weer begon. Toch wel anders, niet zo makkelijk, want het was een oorlogstijd. En een kleinere bezetting vooral dat. Maar door de verdere ontwikkeling was het dan zo dat Jultje van Bree kreeg dan haar aanhang. En ik kreeg mijn aanhang. En toen de oorlog uitbrak, toen brak dat ook in twee delen. De ene deel ging met Jultje van Bree mee, de andere gedeelte ging met mij mee. En hoe kwam dat? Ja, hoe komt zoiets? Dat heb je altijd, net zoals in de politiek, hè? Dat is altijd zo, dat de mensen en misschien ook meer vertrouwen hadden in mijn zakelijkheid of in mijn ondernemingslust of zoiets, als in die van Joseph Cambré. Daar komen zwarte binnen. En ja, toen, hè, die zwarte hemden. En toen zat ik voor de slagwerk van Hanny. En die vriendin van Hanny, ja, dat was helemaal fout. En die had een zwager, die was daar ook bij. En die komt met zijn ploeg een keertje binnen in dat café. Handje omhoog. Nou, en ik blijf mijn hand door beneden. En ik kreeg een por in mijn rug. Dus samen staan, zegt ze. En heil Hitler, moest ik zeggen. Dat deed ik niet.
Toen zat ik met mijn eigen orkest in het park, zegt. Toen moest ik naar het Weermsheim om te spelen met mezelf, de trio of een kwartetje wat ik had. Nou, en daar speelde ik ook voor de Weermacht. En daar heb ik een hele tijd gezeten. Ik ben dikwijls opgeëist naar Duitsland, hoor. Omdat ik nog de enigste was die het grote orkest in Holland had, hè. Maar ik heb het nooit gedaan. Hè. Dan stopte ik voor een maand en dan was Schultje nergens te vinden. En dan ineens was ze weer ergens in een klein cafeetje met bedieve mensen. En als ik dan niks hoorde, bom, een beetje groter, hè. In het begin was het nog niet zo erg, hoor, maar zo 43, 44 waren toch wel moeilijke jaren, hoor. Ja. Toen, mijn zuster en ik hebben toen een eigen bandje opgericht, zo 5, 6 man. En daar hebben we een heel jaar of anderhalf jaar wel in de Krom gespeeld, op Tremmelsplein. Toen was het toen nog. En dan was het dikwijls, als we vooral met de hongerwinter, zei die meneer van de Krom, zei... Nou, jullie zijn met z'n zessen en dan moeten ze maar met z'n vieren spelen en dan mogen de twee eten gaan zoeken. Ja, dat wisselen we elkaar af. Ja. Ik was gemengd getrouwd in de eerste plaats. Dat was al ietsje gemakkelijker. Maar ik heb ook nooit ster gedragen. En ik heb geprobeerd, althans, om zoveel mogelijk gewoon met de anderen door te leven en te leven zoals zij leefden, dat was natuurlijk niet... Op een gegeven moment was dat niet helemaal mogelijk meer. Toen moest je eigenlijk onderduiken en zelfs een schuilplaats hebben voor als er wat gebeurde enzovoorts meer. Maar wij moesten wel. Wij moesten doorspelen. Het is ook wel gelukt. Wat bedoelt u, we moesten wel? Ja. Ook mijn mede-collega's, die moesten geld verdienen. Het leven ging verder, hoe het ook is. En als het je beroep is, dan kun je daar niet zo uitstappen. Dat gaat zo makkelijk niet. Ik heb al mijn Joodse collega's verloren, behalve Bonzo. Die is teruggekomen uit Theresienstadt. En die heeft toen, ze is teruggekomen, zo dun, veel dunner dan ik nu. Ik had Clara graag onder willen laten duiken bij mijn thuis, maar dat wou ze niet. De vader en moeder allemaal waren al weggehaald. En toen had ik gezegd, Clara, kom dan maar bij mij. Hè? Maar ja, Clara deed het zelf niet, omdat ze toch nog iemand had thuis, de boer. He, die dan nog niet meer, maar na de hand is alles weggehaald en is Clara ook weggegaan. En toen heeft Clara mij, dat is het laatste wat ik dan van haar gehoord heb, heeft mij een afscheidsbrief geschreven. En die heb ik hier. En dat is natuurlijk niet zo'n leuke brief, maar ik vind het... Deze brief is voor mij een ontzaggelijk veel waarde, omdat het altijd mijn vriendin is geweest en overal met haar opgetrokken. En in die brief staat, zal ik er iets uit voorlezen? Dat is 1 september 1942. Beste Annie en Sjaak, jullie expresbrief zojuist ontvangen. Ik zal je eerlijk vertellen, toen ik maandag bij jullie uitging, voelde ik dat ik nooit meer bij jullie zou kunnen komen. Als jullie naar mij toe komen, dat ik dan door de overvalwagen weg ben gehaald. Ik zal mijn lot maar dragen. Ben ik zoveel beter als andere Jood. Uitstel heb ik niet meer gekregen. Ze komen je nu gewoon van je bed af of anders met een overvalwagen halen. En van daaruit naar Westerbork. Mensen die niets op hun geweten hebben, maar oproepen sturen ze niet meer. Ze doen het nu zo, dus staat mij ook het lot en nu mijn ouders en moeder ook te wachten. Ik ben er al heel op voorbereid en op geprepareerd. Ja. Annie, als ik je soms niet meer mocht zien, vaarwel en leef gelukkig.
Ja, het is een beetje aandoenlijk. Denk nog eens aan mij en bid het Almachtige. Maar voor mij, misschien helpt het nog. Ja, Jaap, ik vraag je om altijd goed voor Annie te zijn. Of Leo. Want ik alleen weet wat voor een meisje of jij bent. En zij verdient het allerbeste aan goeds. Jongens, nogmaals vaarwel. En groet van jullie, Clara de Vries. Je raakt vol. Als ik dan wel eens wat speel, dan speel ik dat Jiddische memme. Hè? Dat vind ik zo prachtig. En dan moet ik altijd aan dat denken. Altijd. Dan schiet ik gewoon vol. En door mijn emotie dat ik het speel, dan hou ik mijn tranen in mijn wang. Toen niet moeilijk in die tijd om toch te blijven spelen voor de Duitse soldaten hier. Ja, weet je wat het is? Het is zo. Er zijn mensen bijna dus onder onze mensen die. Ze zijn van mij nooit slecht geweest, die mensen ook niet. En die jonge jongens die daar liepen, die huilden als ze s'avonds een vliegtuig overgingen naar Keulen. Dan waren ze bang ook voor de vrouwen en kinderen. Het zijn ook mensen. Hè? Maar daartegenover staat dat je daartegenover weer hele andere mensen hebt die het echt voor die partij zijn. Bent u er aangekeken dat u in Duitsland bent gaan spelen? Nou, denk ik wel. Ik weet niet, ik heb er nooit naar gevraagd, maar ik denk het wel. Ja, dat was. Die mensen die hebben zich allemaal in één richting niet. Of ze waren pro of ze waren anti. Er was niemand die objectief was. Ik was objectief. Maar hoe was u dan objectief? Dat ik gezegd heb of ik nou in Duitsland voor de Duitse soldaten werk of ik werk in Holland voor de Duitse soldaten. Ik was heel nieuwsgierig naar Duitsland. En ik vond dat een leuke uitbreiding van mijn ervaringen. En ik heb helemaal niet gedacht van ik doe daar iets verkeerd mee. Nee. Maar een heleboel Hollanders in Duitsland. En die hebben dan later hebben ze zich dan proberen te verontschuldigen, maar dat is ook niet gegaan. Maar u had ook niet kunnen spelen? Ja, en waar had ik dan van moeten leven? Hè? En dat heeft Mickey me wel eens verteld, Mickey was er nog niet bij mij, dat jaar na de oorlog in Holland vreselijk geweest is. Heel erg. Dan moesten ze spelen voor een paar briketten of voor een brood of wat weet ik. Ja, dat heb ik allemaal niet meegemaakt. Je moest lid worden van de cultuurkamer. Het milieu waar ik toen in verkeerde, dat was zoiets uitgesloten. Je werkte niet mee, je verzette je. En dat deden ze per slot voor ons. En zeker niet zonder gevaar. Natuurlijk, ik weet wel dat het knokken was om aan de kost te komen. En dat het helemaal niet zo eenvoudig was om te eten en het te pakken te krijgen. Maar dat gold voor iedereen.
De halve veert heb ik later gewerkt. 7 dames, 7 heren. Ja, toen ben ik bij Sintje Cambré geweest. Die had ook toen een eigen orkest met haar man. En dan ben ik toch verschillende maanden. Maar dat was altijd een maandcontract. Het was nooit een jaarcontract, een maand. Nou, en als er geprolongeerd wordt, nou jongens. Het zit goed hoor, vanavond een borreltje nemen. We zijn geprolongeerd. Het was moeilijker, omdat de muziek ook anders werd. Hè. Kwamen die gitaren, kwamen en... Ja, ik vond het moeilijker na de oorlog. Ja. Wat er verder gebeurd is, nou ja, dat ben ik met stelletjes gaan werken, met triootjes, hoe het net uitkwam, van het ene naar het andere. Hè? Ja, in het begin was het vreemd om Josse weer in een orkest te werken. Hè? Maar ik speelde goed piano en ik zong daarbij, vooral de chansons en nou ja, alle genre muziek. Dus dat ben ik in die beweging blijven hangen dat ik steeds alleen speelde. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Dit is het grote orkest, daar was ik vanaf. En in Atlantic, bij Broeder Swering, op het Westeinde, daar heb ik met een trio gespeeld. Wel twee mannen, Loes Schenk piano en Chris Verweijen de bas. En daar hebben we heel lang gewerkt. Wij hebben de Honey Dutchess opgericht toen wij van Duitsland met een klein orkest naar Holland zijn gegaan. En daar veel meisjes erbij gehaald hebben en geëngageerd hebben. En van daaruit kregen we dan een aanbod voor Frankfurt in Chalandron. Daar was dan de doorbraak. Dat was heel geweldig. Toen wij uit Holland weggingen, waren het allemaal Hollandse meisjes. Naar de hand gingen die weg en dan gingen een paar trouwen. En dan komt er steeds een nieuwe bij. En er kwamen ook wel weer Hollandse, zoals Sonja, die is toen bij ons gekomen. En dus, ja. Dat was toch wel een grote verbetering, vonden wij hoor. Wij vonden dat toen. En het was ook zo. Ja. Ik werd de hele dag te slappe lachen. Ik was 14 jaar, ja, was natuurlijk wel in het buitenland zo geweest. Maar het zijn toch allemaal, waren ook een stuk ouder als ik natuurlijk, hè. Shows, dat was hoofdzakelijk Weense muziek. En die is toch overal ingegaan waar ik was. Of dan Denemarken was, of dat Duitsland, of Frankrijk, of overal hebben de mensen het heerlijk gevonden. Het was geen toporkest, maar het was een topattractie. Dat was toch wel iets heel bijzonders, ja. Ja. Niet op muzikaal gebied, want ik zeg, je moest je zoveel omkleden. Je had soms in één show, die 3 kwartier duurde, dat je 6 keer om moest kleden. Dus je zat amper op het toneel, je kwam er weer op en je ging er weer af. Dus dan was er te weinig muziek.
juist getrouwd en ik durfde tegen mijn vader en moeder niet te zeggen dat ik zwanger was. Ja, het is natuurlijk raar. En nu kijk je er heel anders tegenaan. Maar, en dat was zo in de tijd. En toen is Johnny geboren. En toen kreeg ik van het hele, van het damesorkest hebben ze een wiegje hebben ze gekocht en beddengoed. En weet ik veel wat ze allemaal gedaan, het hele uitzet van de baby. Mijn moeder heeft praktisch Johnny helemaal opgevoed. Want als ik mijn moeder niet had gehad, dan had ik nooit zo dat kunnen doen. Kinderen? Nee. Ben je wel getrouwd geweest? Ja. Maar niet zo gelukkig, hoor. Nee, heel erg. Dat is jammer. Anders had ik nou nog heel goed trompet kunnen blazen, denk ik. Met een Kornstra. Die heb ik in Hek leren kennen op het Rembrandtsplein. Daar zat hij altijd op het balkon en keek en luisterde. En wij, het damesorkest waar ik toen mee speelde, wij vonden hem een Noorse zeeman. En dus speelden we Grieg. Hij klapte daarvoor en dan zeiden we, zie je wel. Maar in diezelfde tijd kreeg ik iedere dag van de portier een dikke brief. En die was ondertekend door een zekere King. En die brieven waren zo mooi, die werden in de pauze aan de dames voorgelezen. Tot ik erachter kwam dat en de Noorse zeeman en de briefschrijver King samen met een Kornstra was. Nou, hoewel we het boterbriefje destijds nou niet zo erg waardeerden, zijn we om familieschandalen te voorkomen toch maar toen met elkaar getrouwd. Als het orkest bezig was, dan moest ik altijd denken, hoe is het thuis, hoe is het thuis? Want ik heb mijn moedertje bij mij gehad op vele, vele jaren. Ik had nog een zusje, die is ook opgevoed hier bij mij, mijn eigen dochter, mijn man. Maar als ik dan hier was en weer gezien had dat alles goed in orde was, dan weer mijn orkest. Is dat in orde, is dat in orde? Mijn contracten getekend, het repertoire uitgezocht, de programma's, alles in orde. Dan had ik dat weer. Dus ik heb eigenlijk, ik kan wel zeggen dat ik een dubbel leven had in dit opzicht. Maar voor mij is het ongeveer alles. Het is het vertellen. Het is het blij zijn, het is het droevig zijn, het is moed zoeken. Ja, en het is nu geworden, ik ben nu sinds 12 jaar ben ik alleen, dat kan ik slecht verdragen. En nu heb ik me helemaal aan de viool vastgegrepen. Nog erger dan vroeger. Mijn leven is nog muziek. En ik speel nog altijd, treed nog op. Zelfs. Ik treed op met een pianist samen. En dat doen we al jaren, want die heb ik overgehouden van het damesorkest Het Salon, het travestietorkest. En wij spelen nog altijd, wel niet zoveel optredens, maar nog wel regelmatig. En we zijn, moet ik zeggen, erg populair. Als je vakvrouw bent, moet je vakvrouw blijven. Dat ben ik het toch met me eens. Maar je moet toch elke keer toch studeren. Dat zal ik niet zeggen elke dag. Maar je moet er toch altijd bij blijven houden. Echt waar. Dat heb je echt nodig. Voor je vingerzetting en voor alles. Hè? Als je erbij zingt ook, dat moet allemaal bijgehouden worden. En als je dat niet bijhoudt, echt, dan ga je als een paard achteruit, hoor. 1, 2, 3, 4. Ja, maar een beetje zachtjes daar.
Ja, jij bent Mickey. Ja, ik ben Maria. Wat een tijd geleden. Heb je toernooi niet bij je? Hè? Speel je nog wel eens toernooi? Nee. Niet meer, hè? Jezus, goed. Heel goed. Zelfs. Ja? Heel goed. Oh, God, wat leuk. Ja, ik zit er nog in het gezicht. Kom eens. Nee, toen alleen is het tijd gebleven. Sherman. Speel je nog wel eens? Ja, heel. Ik heb veel te doen. Zij is tenorsaxofonist geweest. Zij is Jules Cambré. Jules? Ja, ik ken ze niet meer, hoor. Ken de gewijde niet. Van deze nummer. Ik kon ze niet meer. Mickey, ja. Kroonsmaak. Hoe lang is dat geleden? Nou ja, hoe lang is het geleden? 40, 45 jaar zeker. Ja, wel. Het is hoor, helemaal. Jij bent niet veel veranderd. Jij wel? Ja.